Goedemiddag allemaal. Voordat ik begin, mag ik vragen, zijn er ontwerpers in de zaal vandaag? Nee, niemand? Ah, één mevrouw. Hallo, welkom. Wat voor een vraag is dat nu om de presentatie mee aan te vatten? Ontwerpers. Ontwerp, waarover gaat dat precies? Ontwerp is eigenlijk een plan of een specificatie voor de constructie van een object of een systeem. Heel moeilijk. Simpeler gezegd, een beschrijving van de toekomstige werkelijkheid. Hoe zal het er in de toekomst gaan uitzien? Die toekomst is helaas niet altijd even rooskleurig. Kijk maar even mee. Nu gaat het lukken. Nee. En zo gaat het nog wel even door. Nu ja, ik hoor jullie denken, Sari, dat is nog maar een kind en dat is precies ook niet van de slimste. Oké, maar ik ben dat dan misschien ook wel niet. Afgelopen zomer liet ik nog eens een ijsje vallen. En niet omdat ik zo waanzinnig lomp ben, dat geloof ik zelf toch niet. Maar wel omdat ik net doorheen een domme deur was gestapt. Een Normandeur. Op onze expo daar staat er ook een. Genoemd naar Dan Norman, een bekend ontwerper bij Apple, die als eerste op heel grote schaal het fenomeen heeft aangeklaagd. Maar geef nu toch toe. Wat is er mis met deuren? Waarom is dat zo ontzettend moeilijk om een deur te willen binnengaan waar dan uiteindelijk van blijkt dat je toch aan moet trekken? Zoals deze deur, die duidelijk een hendel heeft, die mij, als ik met mijn ijsje snel wil doorstappen, informeert hier moet gaan trekken en dan toch het plaatje duwen heeft. Zijn het dan misschien niet de mensen die dom zijn? Maar is dit dan gewoon een domme deur? Ja, natuurlijk. Mensen zijn niet dom. Mensen nemen maar liefst 500 miljoen beslissingen per dag. Jullie allemaal hier aanwezig. 95% daarvan gebeurt zelfs onbewust. Dus dan kunnen we toch wel stellen dat het niet echt aan ons ligt. Dan zullen het wel de ontwerpers zijn. Al zijn dat natuurlijk ook mensen. Wat is dan het exacte probleem? Volgens ons is dat het volgende. Er wordt heel veel ontworpen door mensen, maar veel te weinig voor mensen. En dat levert echt heel wat slechte ervaringen op. Kijk maar even mee. Dit hier is een mooi ontworpen kastenwand van een stadskantoor ergens in België. Knap ontwerp. De ambtenaren kregen een nieuw bureau, heel fijn. Architect met een heel duidelijke visie. We gaan hier al die rommel wegsteken, hè, een mooi interieur vormgeven. Dat past bij de strakke lijnen van het gebouw. Allemaal heel fijn, totdat de ambtenaren erin kwamen. Toen bleek dat zij eigenlijk niet meer zo vlot de juiste formulieren boven konden halen om de mensen vooruit te helpen aan de balie. Dus zijn zij, om zichzelf te behelpen, overal post-its beginnen plakken van wat er precies achter die gestileerde kastenwand zit. Knappe visie van de architect om alles zo heel ordelijk te houden, helaas in uitvoering helemaal mislukt. En ook qua menselijke ervaring niet zo'n succesverhaal. Maar ook bij ons op kantoor kan het wel eens moeilijk zijn. Ik eet zelf graag een soepje onder de middag en dan warm ik dat graag op in onze keuken. Maar ik blijf het moeilijk vinden om elke dag me weer te herinneren aan wat is nu de juiste knop om het juiste gaspitvuur te bedienen. Ik denk dat enkelen onder jullie dat wel zullen herkennen. De mensen die misschien niet altijd in de keuken staan, liever. Dat je toch maar die knoppen moet blijven proberen om dan te ontdekken waar gaat de gas nu vandaan komen.
Alweer een voorbeeld van heel slecht ontwerp. En als wij onszelf verplaatsen op locatie gaan om een workshop te geven, dan stel ik mijn wagen soms wel eens in de parking van Ramen, de ondergrondse parking in Gent, het dichtst bij ons kantoor. Op zich supergemakkelijk. Je ziet per verdiep een groot kleurvlak. En eigenlijk in tegenstelling tot sommige andere parkings die alleen een pilaar hebben met een krokodillenhoofd erop, is dit wel heel duidelijk, toch? Heel erg goed. Tot het moment dat ik na een vermoeide workshopdag terug mijn auto kom oppikken. En dan in de lift sta en eigenlijk niet meer zo heel goed weet of oranje nu op -3 of -4 was. Ik herhaal heel wat slechte ervaringen. Maar wat is dan nu eigenlijk een ervaring? Een ervaring is de oneerlijke optelsom van individuele momentopnames. Individuele momentopnames, oké, tot daar. Maar waarom is dat nu zo oneerlijk? Exact om die reden. Omdat ons brein dat doet. Ons brein kijkt het liefst naar het negatieve. De negativity bias. Wij zijn allemaal zo ontworpen dat wij vooral de negatieve zaken zien en dat we ook vooral die negatieve zaken gaan onthouden. Dat was evolutionair gezien op een gegeven moment interessanter. Want als je de negatieve zaken kon onthouden, dan kon je ook proberen vermijden om die in het vervolg niet meer tegen te komen. Dat maakte ons sterker, zorgde voor onze overleving. Vandaag de dag is dat natuurlijk helemaal niet meer nodig om te overleven. En toch hebben we er nog allemaal zo vaak last van. Ik weet niet of er onder jullie bloggers zitten of mensen die al eens graag iets op sociale media posten. Dan kent je ongetwijfeld wel het gevoel. Dat lokt dan reactie uit. 20 keitoffe reacties van vrienden. En dan zo'n ene sarcast die je helemaal onderuit haalt. Waar ga je mee slapen? Met dat ene negatieve verhaal natuurlijk. Zij het door de negativity bias. Maar zo'n heel slechte ervaringen, dat doet wel wat met ons als mens. Op momenten dat wij eigenlijk kwaad, gefrustreerd of in de war zijn, dan worden wij vergeetachtig. Ook heel ongeduldig. En soms zelfs vooringenomen. Dat zijn de momenten dat wij gaan denken, als er daar iemand in de verte toch wel echt naast de streep aan het parkeren is of de meeste moeite heeft om zich ertussen te murwen, dat we denken, ja, het is weer een vrouw. En in momenten dat als wij in een attractiepark zijn en we hebben bijvoorbeeld behoefte aan een woordje uitleg of we vinden de weg niet, dat we die ene man daar met dat poetsuniform gaan denken, ja, die gaat ons toch niet kunnen helpen, hè? Heel stereotyp denken. We worden ook besluiteloos en soms zelfs roekeloos. Hoe het ook zij, de andere partij heeft het sowieso verkorven. We steken de schuld dan sowieso in de ander zijn schoenen. Dat is wat er met ons emotioneel gebeurt, als we het cognitief gezien niet allemaal snappen. Maar dat kaatst nog eens opnieuw terug. Want als onze slechte emoties de overhand nemen, als ons oerbrein tegen ons aan het babbelen is, dan hebben wij ook tijdens een expositie een minder goede ervaring. Want wij slagen er niet in om alle relevante informatie tot ons te nemen. Dat wordt plots veel moeilijker. We kunnen ook niet meer de juiste dingen onthouden en tot overmaat van ramp delen we dat dan nog maar eens al te graag op TripAdvisor. Maar hoe kunnen wij nu van die 1-sterren-review een 4- of 5-sterren-review maken? Ik zei het al, ervaring is de oneerlijke optelsom van individuele momentopnames. Dus ik neem jullie graag even mee naar een hele drukke prent. Het is in de Londense metrohal. Om te gaan kijken wat is hier nu eigenlijk allemaal ontworpen. We zien hier linksbovenaan het logo van The Underground. Mooi staaltje grafisch ontwerp. Maar we zien ook een man naar het metroplan
kijken, wat natuurlijk ook een heel systemisch ontwerp aan vooraf gegaan is en ook een grafisch ontwerp overgezet. We zien vooraan twee mensen praten, een interactie die ook heel goed ontworpen kan worden. Iemand een ticketje bestellen of iemand zijn krant halen in de kiosk. We zien een trapleuning, we zien massa, we zien wayfinding. Er is het ganse gebouw, de lichtinval, de atmosfeer, akoestiek. Kortom, alles wordt eigenlijk ontworpen. Zitten er trouwens nog altijd geen ontwerpers in de zaal? Zeker? Niemand die daar ooit een beetje mee te maken heeft? Ik denk het wel, hè. Ze zijn misschien nog wel beschaamd om het toe te geven. Alleszins, we kunnen daar samen iets aan gaan doen. Zeker wel. Of je nu geschoold bent als ontwerper of niet, we hebben allemaal de magische formule in handen. We gebruiken ze alleen niet altijd. Maar het is de volgende. Empathie. Empathie, oftewel het vermogen om zich in te leven in de gevoelens van andere mensen. Maar eigenlijk gaat het om veel meer dan gevoelens. Ik wil jullie ook uitnodigen om zich eens in te leven in de manier waarop mensen denken. Dat is toch wel heel bijzonder. Het is namelijk niet altijd zo rationeel. Als we mensen in een casino vragen om in te zetten in de roulette, dan kunnen ze kiezen, rood of zwart. Naar gelang uw persoonlijke voorkeur maken de mensen dan een keuze. Maar als ik mensen informeer dat de laatste 7 rondes rood altijd gewonnen heeft, dan zijn de meeste mensen toch geneigd om alweer voor de 8e keer op rood in te zetten. Nochtans, als we dat rationeel gezien bekijken, weten we allemaal dat de kans dat het rood of zwart is, bij elke nieuwe keer altijd 50-50 blijft. Niet zo logisch. Met andere woorden, als jullie als museum of attractie iets gaan ontwerpen, een bepaalde wayfinding, een expositie, weet ik veel wat, dan kan het belangrijk zijn om te beseffen dat hetgeen voor jullie op dat moment heel logisch en rationeel lijkt, dat dat daarom niet altijd zo binnenkomt bij je bezoeker. En naast denken kan het ook fijn zijn om te gaan kijken hoe gaan mensen waarnemen. Andere anekdote. Een tijdje geleden hebben New Yorkse onderzoekers een man uit een klein dorp in Zuid-Afrika uitgenodigd om eens te gaan wandelen in de New Yorkse haven. Ze vroegen daarbij, vertel ons gerust wat u opvalt. Die man kwam terug en zei, mam, ik heb iets ongelooflijks gezien. Ik heb mannen gezien in de haven die 2 tot 3 bananenkammen konden dragen. En een bananenkam, dan heb ik het niet over een tros, hè, maar zo een hele grote hoop. Zegt hij, dat heb ik nog nooit gezien. Bij ons in het dorp is er, ja, als je 1 kam kunt dragen, zijn ze eigenlijk best al sterk. Kunt je er 2 dragen? Ja, dat, daar kijken we toch wel echt van op. Wel merkwaardig dat exact dat hem was opgevallen in de haven. De onderzoekers zijn er nadien ook doorgewandeld. En toen bleek dat de havenarbeiders niet per se zoveel sterker zijn in New York, maar dat ze gebruik maakten van een handkar. Die man kende het concept van een handkar niet. En daarom had hij het ook helemaal niet onthouden. En het omgekeerde is ook waar. Ik denk dat het heel herkenbaar is voor veel mensen. Als ik zeg wanneer je een nieuwe auto hebt besteld, zei het nu, zeg maar wat, een zwarte polo, dan rijden er plots overal zwarte polo's rond, toch? Zijn er plots meer geworden? Hebben we plots allemaal dezelfde smaak gekregen? Natuurlijk niet. Hetgeen wij waarnemen is met andere woorden heel subjectief. Ja? Wij nemen waar wat voor ons top of mind is en wij nemen ook niet waar wat we niet kennen. Als jullie dus aan de slag gaan met kennis waarvoor toch, ja, of informatie waarvoor toch enige voorkennis vereist is, denk er dan eens over na hoeveel een nieuweling hiervan kan waarnemen. En voorts lijkt het mij ook leuk om te kijken hoe mensen beslissen. Want we nemen 500 beslissingen per dag, dus dat is toch wel bijzonder. 95% daarvan onbewust. En ook daarin zijn we eigenlijk soms heel contradictorisch als mens.
Onderzoekers van de Stanford University hebben mensen gevraagd wat ze graag zouden willen als confituursmaak. Confituur, een keer iets anders dan het traditionele aardbeiengelei. En wat bleek? Mensen vonden dat wel fijn. Heel veel keuze, veel exotische variëteiten. Lekker. Ze boden in een supermarkt 26 soorten aan. Mensen passeerden er, waren nieuwsgierig naar de nieuwe smaken, maar kochten eigenlijk niet meer confituur. Een andere stand had er maar 6, wat eigenlijk pak minder is, en daar werd er veel meer verkocht. Wat blijkt? Wij vertellen graag dat we heel veel keuze hebben, hè? Heel veel variatie, alle opties open houden. Maar eigenlijk kunnen wij daar als mens helemaal niet zo goed mee om. Keuzes moeten maken, dat maakt ons zenuwachtig, verveeld, en dan vluchten we liever. Geen confituur vandaag, want dat kan er nu even niet meer bij. Belangrijk om te onthouden toch wel dat mensen niet zo heel veel keuze aankunnen. Eigenlijk is het magische getal 4. De mens kan heel goed overweg met 4 stukjes informatie. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld een telefoonnummer meestal in 4 delen geschreven wordt. Als jullie als museum of attractie eventueel ook restauratie voorzien of recamo-opties, dan kan het interessant zijn om te gaan nadenken, wat ga ik nu precies op die suggestiemenu zetten? Misschien niet alles waar de mensen zin in hebben, maar misschien beperk ik het wel tot 4 keuzes. Omdat het eigenlijk voor mijn bezoeker een fijnere ervaring wordt. En dan wil ik ook gaan kijken hoe mensen handelen. Ik ben er mijn presentatie een beetje mee gestart. Hè. Gasvuur bedienen, niet altijd zo gemakkelijk. Maar ook in een sociale omgeving is het heel interessant om te zien hoe mensen zich gaan gedragen. Een paar maanden terug zijn collega's van mij in een Vlaams museum observaties gaan doen. De mensen kregen daar een audioguide, maar dat bleek nogal verwarrend te zijn. Het nummertje 1, waarbij iedereen graag wilde starten, lag namelijk een eindje terug op het parcours dat ze al hadden afgelegd. Bovendien waren de nummertjes ook niet zo heel duidelijk weergegeven. En niemand had het eigenlijk door dat je even moest terugkeren. Wat bleken de meeste mensen te doen? Ja, zich dan maar aan te sluiten bij de rest. Die eigenlijk allang bij nummer 6 waren, maar dat was het eerste dat in het oog sprong waar wij ook andere mensen konden zien. En dus zijn wij kuddedieren die ons, als we het even niet weten, dan maar aansluiten bij de massa. En tot slot wil ik jullie ook graag vertellen wat motiveert mensen nu. Wat zet ons als mens in beweging? Eigenlijk zijn dat 2 dingen. Enerzijds angst om gestraft te worden, om een boete te krijgen, om het fouten te doen. Ten tweede is er de intrinsieke motivatie van mensen, het intrinsieke verlangen naar iets. Dat is ook een hele sterke. Maar je kan daar ook op de foute manier mee omgaan. In dit nationaal park in Arizona, het Petrified Forest Park, werd er al eens wat gestolen. Daar liggen namelijk van die prachtige schijven van boomstronken die door de jaren heen gemineraliseerd zijn en een prachtig kleurenpalet bevatten. En mensen denken, oh, dat zou precies ook wel niet meer staan op mijn schouw thuis. Wat hebben ze gedaan omdat er gestolen werd? Een bord gezet. Many past visitors have removed the petrified wood from the park, changing the state of the petrified forest. Many hebben dat al gedaan. Dat zal dan wel niet zo erg zijn als ik ook eentje meepak, hè? Wat bleek? Het bord dat eigenlijk bedoeld was om mensen te ontmoedigen, zette er ons net toe aan. Ja, iedereen doet dat toch? Dan zal het wel zo erg niet zijn. Psychologen hebben dan testen gedaan. Ze hebben het bord verwijderd, niks gezet. En zich eigenlijk beroept op de natuurlijke drang van ons om eigenlijk wel het goede te doen. En er werd plots al veel minder gestolen. Als we dat nu nog sterker zouden willen beklemtonen, het effect van het sociale, zouden we ook kunnen zeggen, laat het park net zoals de meerderheid van de bezoekers hier voor wat het is. Mensen eraan herinneren wat de meerderheid van de mensen doen, namelijk het goede, is ook een hele sterke motivator. Want eigenlijk willen wij allemaal wel bij die meerderheid zijn die het goede doen. In totaal zijn er zomaar liefst 54
denkfouten of cognitive biases waar wij op dagdagelijkse basis mee geconfronteerd worden. Denk daar maar eens over na hoeveel er dan van impact kunnen zijn op jullie ervaring. En als je deze leert kennen, dan wordt het wel heel interessant, omdat we dan kunnen beginnen begrijpen hoe mensen denken, waarnemen, beslissen, handelen en wat hen motiveert. Want wie mensen begrijpt, ontwerpt betere ervaringen. Enkele slimmerikken tonen ons alvast hoe het beter kan. In de gemeente Tilburg vinden het mensen tegenwoordig niet zo heel erg om te rijden. En wel om deze reden. Ik zei het al, alles wordt ontworpen. Zo is ook copywriting een vorm van ontwerp. En hier zitten we eigenlijk in een penibele situatie. Ah, een omleiding. Als Waze het al niet wist om je rond te sturen, heel vervelend, hè? Want we zijn allemaal gejaagd en we willen overal op tijd. En nee, we zijn niet vroeg genoeg vertrokken. Natuurlijk niet. Dan ook dit nog. Wel, ik denk dat we er toch vanuit mogen gaan dat de mensen die daar toen gepasseerd zijn eigenlijk net niet zo'n slechte ervaring hebben gehad. En dan is er dit fenomeen. Het olifantenpaadje, ook wel genoemd. Super vervelend. We doen ons uiterste best van een fijne openbare ruimte te ontwerpen. Hier is het pad. We zien het toch allemaal. En waar lopen ze? Daar. Potverdorie. En heel wat steden en gemeenten blijven eigenlijk elke lente opnieuw aandraven met graszoden, om die dan mooi af te zetten in de hoop om het toch maar weer te herstellen. Lukt niet, hè? Meestal toch niet. Iemand die dit fenomeen heel goed doorhad, was de president van de Columbia University. Zijn standpunt was, het is eigenlijk niet zo belangrijk dat hier de perfecte paden liggen. Het is veel belangrijker dat het de perfecte paden worden. Dus wat deed hij bij de bouw van de nieuwe campus? Geen paden aanleggen. Laat de studenten maar 3 maanden even over het gras trippelen. We zullen daarna wel zien wat eigenlijk het slimste pad is om te gaan bestraten. Interessante man. En dan blijven we nog even in Amerika. Dit is de luchthaven van Houston, Texas. Daar nieuwe wind toe waaien. Even kijken wat kan hier eigenlijk allemaal beter. Hè? Een keer goed de bezoekerstevredenheid onder de loep nemen kan nooit kwaad. Wat bleek? Grote frustratie bij het bagagemoment. De mensen hadden daar zo een tablet gezet met 3 emoticons, hè, waar je dan op kunt kloppen om snel even te laten weten hoe je het vond. Zegt natuurlijk niet veel. Enfin, het was rood, het was niet goed. Maar de mensen moesten wel even gaan peilen wat er precies scheelde. En de wachttijd was te lang. Helemaal niet fijn als je net op weg bent terug naar huis van een fijne vakantie. Willen we eigenlijk allemaal zo snel mogelijk thuis zijn. Nu ja, wat konden ze doen? Nog een paar minuten afpietsen van het handmatig overladen van de zware bagage op de band. Ja, niet zo eenvoudig. We weten, eigenlijk is de luchtvaartsector nu wel bij uitstek ook een sector die heel procesmatig, heel hard op efficiëntie is gericht. Dus daar viel niet meer zoveel te winnen. Maar het was wel een reëel probleem. Tot er een slimmerik dacht, wacht. We parkeren het vliegtuig bij een veel verder gelegen gate. We laten de mensen wandelen, hè, maar wandelen. En als ze toekomen, ligt de bagage klaar. En wat bleek effectief? De tevredenheid rees de pan uit. Met andere woorden, we weten dat wachten niet fijn is. En als het niet mogelijk blijkt om er vanuit je organisatie meteen iets aan te doen, dan kan je wel nog altijd gaan spelen met de perceptie van wachten. Geef mensen iets om handen, laat ze wandelen en ze beseffen niet meer dat ze in een vervelend wachtmoment zitten. Nu fijn, een aantal individuele cases, copywriting, een paadje dat beter aangelegd kon worden of het wachtmoment gaan redesignen. Maar die ervaring blijft wel die optelsom, zoals ik in het begin zei. En wat daarin interessant is, is de peak-end rule. Het gegeven dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is als jouw ervaring af en toe wat minder zit. Zolang het op het einde maar betert. Als wij mensen bevroegen die een hele fijne vakantie hadden gehad,
Van begin af aan, alles goed meegevallen, top hotel, lekker eten, fijn, toffe bende. Versus een familie die ja, wel goed toegekomen was, maar dan toch last had, want ze moesten wisselen van kamer. En het regende even binnen. Enfin, dat werd dan wel gemaakt, maar het is op het einde wel goed gekomen, want dan hebben we nog een hele leuke uitstap gedaan. Die laatste familie was gelukkiger. Die beoordeelde zijn vakantie als veel beter. Een keten die dat heel goed ook doet, is IKEA. IKEA gaan we allemaal massaal heel graag naartoe als Vlamingen. Hè? Meestal over de koppen lopen. We vinden dat ook dikwijls een fijne ervaring. Behalve sommige koppels die dan uit elkaar gaan na een bezoek aan IKEA. Maar wat wel blijkt is, als we door die inspiratiehal gelopen zijn, we komen in de markthal, dan wordt het toch zo net iets minder. Hè? Dat is een grijze, donkere setting. We hebben allemaal lange nummers die ik moet gaan opzoeken. En alle losse elementen voor dat bed, dat ligt nu toch wel allemaal in een andere gang. Hele zware pakketten die je op een moeilijk bereidbare kar moet sleuren. Om dan nog tientallen minuten te staan aanschuiven aan de kassa. En tot overmaat van ramp, een veel te dure rekening. Want we hebben allemaal weer dingen mee die we eigenlijk niet echt nodig hadden. En dan serveert IKEA u op het einde zo nog een hotdog of een ijsje voor een euro. Oh. Dit is de piek waarmee mensen dan naar huis gaan. Dit is de reden waarom we dan toch met een beter gevoel in onze wagen stappen en ook heel graag opnieuw terugkomen. Maar we kunnen nu al die individuele dingen heel strak gaan designen. Eén factor zal altijd overal het verschil blijven maken. En dat is gastvrijheid. En ik heb gastvrijheid meegebracht onder de vorm van Betty. Dit is Betty van Café Rococo in Gent. Ik weet niet of ik hier mensen in de zaal heb die daar al eens verzeild zijn. Nee? Ik kijk naar mijn collega's, maar zelfs zij niet. Oké. Okay. Betty, op zijn minst een bijzondere vrouw. Een echt fenomeen in Gent. Als je bij Betty langskomt in haar café, dan vraagt zij u te vertragen. Dat blijkt al uit het hele café dat eigenlijk louter met kaarslicht verlicht is. Zij beloont haar gasten ook. Zij neemt eigenlijk plaats in het midden van de zaal, staat vaker aan tafel mee te praten dan dat ze achter haar toog verdwijnt. En als ze jou heel fijn vindt als gast, als ze het blij is dat jullie voor haar café gekozen hebben en daar zo'n ganse avond fijn hebben zitten babbelen, dan komt ze aandraven met een mierzoete liqueur d'amour. Een drankje dat ze zelf in haar kelder stookt, neem ik aan. Mierzoet, heel lekker, maar superlief. En ze steekt er dan ook de 10 minuten durende uitleg bij af waarom zij vindt dat jij dat dan verdient. Super fijn om te zijn. Nochtans, als ik heel eerlijk ben, zit Betty dikwijls met haar hoofd in de wolken. Omdat ze bij alle klanten gaan babbelen, is ze niet altijd meteen bereikbaar. Haar drankvoorraad laat soms ook eens de wensen over. Soms kun je daar iets bestellen en dan plots totaal iets anders krijgen. Ja, de whisky was op, maar ik kan ook heel lekkere koffie maken, zegt ze dan. En als je wilt gaan betalen, heeft ze geen bankcontact. Oervervelend vind ik dat. En toch willen wij daar allemaal zo graag zijn. Omwille van haar. Het goede nieuws is, ook jullie kunnen vandaag beginnen. Ook al hebt jij geen Betty rondlopen en stoken jullie geen liqueur d'amour, het kan heel eenvoudig zijn. Herinner u deze parkingplek en deze heel verwarrende liftknoppen? Wel, wij hebben dat in slechts 2 minuten en met amper 63 cent opgelost. Op deze manier. Oké, heel leuk. Stickers plakken, gemakkelijk. Maar wat nu met mijn organisatie en mijn uitdagingen? Naast empathie wil ik jullie nog kennis laten maken met een andere magische formule. Namelijk de kracht van design thinking. Sommige mensen hebben misschien al van gehoord. Dat zijn die leukerts met al hun post-its aan de muur. Tegenwoordig heel populair in veel bedrijven. Maar waarover gaat het eigenlijk? Design thinking. Denken zoals een designer. Hoe denkt hij dan?
Wel, eigenlijk aldoende. Designers denken aldoende en slagen er daardoor veel beter in om de juiste doelgroep te bepalen, exacte uitdaging te vinden of het exacte probleem te kunnen pinpointen en daar ook een heel gedragen oplossing voor te bouwen in een veel kortere tijdspanne. Toch gewoon te denken als een designer. Lijkt super simpel, toch? Ja, ja. Maar in theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. Maar in de praktijk natuurlijk wel. Hoe komt het dat het voor ons zo moeilijk is om dit simpele gedachtegoed gewoon aan te nemen? Eigenlijk omdat wij echt omringd zijn door oervervelende werkmensen. Vervelende collega's. En u moet er niet naast u gaan kijken. Zo is er Petra Proces. Oh, jij. Zij giet alles het liefst in proces, hè. En we gaan toch zeker de voorgeschreven formule volgen. En ik ga hier niet zomaar een spontaan initiatief lanceren waarvoor ik niet rechtstreeks opdracht van mijn baas heb gekregen. Ah, nee, zeg, dat zou hier schoon worden, hè. Als we hier zo allemaal een beetje ons zin beginnen doen. Ons initiatief gaan tonen. Of... Jan Jamaar, die elks enthousiasme heel moeiteloos naar beneden kan halen door... dat hebben we vroeger al geprobeerd, hè. Dat heeft toen toch ook niet gewerkt, hè. Zwaar, hè, meneer, we gaan dat nu toch niet opnieuw proberen. Of Billy Budget, die alleen maar kan vragen wat is de ROI. Ja, maar wat doet dat met de cijfers? En wordt ze ook nog Ivo Innovatie. Toffe man, hè? Heeft elk trendrapport gelezen. Hè? Is naar hier en naar daar op conferentie geweest. En heeft daar van alles keineig gezien. Dat we zeker nu moeten gaan uittesten. Of onze bezoekers daarvan wakker liggen. Pff, weet ik niet. Dat is cool, hè? We doen het dus eigenlijk vooral onszelf aan. Hoe komt dat dan dat het designthinkers zoveel beter lukt? Twee dingen. Wij volgen een super flexibel stappenplan en enkele vuistregels. Maar ik begin bij het eerste. Als designers worden wij geconfronteerd met een vraag of een probleem. Veelal blijkt dat nog niet echt het juiste probleem te zijn. Dus wat gaan wij doen? Even heel breed denken. Alles opengooien. Gaan onderzoeken. Wie is mijn doelgroep? Wie wordt met dit probleem geconfronteerd? En wat zijn de exacte behoeften? Om dan, eens we die bepaald te hebben, te gaan kijken, oké, op basis van dit onderzoek, wat zijn nu mijn prioriteiten? Zo komen we tot een concrete uitdaging. En die uitdaging laat ons toe om heel wat fijne oplossingen te bedenken. En niet die ene die Ivo Innovatie meegebracht heeft uit een hip conferentie uit Denemarken, maar heel veel verschillende oplossingen. Ja, we gaan heel creatief zijn en dan terug vernauwen. Welke van die ideeën zijn nu de moeite om eens te gaan uittesten? We gaan prototypen bouwen en continu bijsturen. Het lijkt een superlineair proces, maar vergis u niet, dat is het alles behalve. Als wij aan het ontwerpen zijn en het blijkt, we weten te weinig, de oplossing slaagt niet aan, het werkt niet, we krijgen niet de verhoopte reacties, dan beginnen we gewoon opnieuw. Lijkt ook weer niet zo heel moeilijk, en toch... loopt het daar ook af en toe mis. Ik start graag bij het eerste luik. De juiste dingen ontwerpen. Wat is daar nu zo moeilijk aan? Hele slimme man, Albert Einstein, zei daarover het volgende. Als ik 1 uur de tijd had, zou ik 55 minuten spenderen aan het probleem en maar 5 minuten aan de oplossing. Ik durf eigenlijk te stellen dat er veel organisaties zijn die zelfs geen 5 minuten aan het probleem spenderen. En dat is heel jammer. Het is natuurlijk evident, hè? We worden allemaal aangetrokken tot sexy oplossingen en dingen doen, kom aan, actie. Maar eigenlijk kan het geen kwaad om net iets langer bij dat probleem stil te staan. Het heeft namelijk grote gevolgen. Als ik het probleem namelijk als volgt zou formuleren, hoe kunnen wij een betere drager voor muziek bedenken? Concrete vraag, we hebben heel wat innovatoren de laatste decennia over nagedacht. En dat heeft ons gebracht van een langspeelplaat naar een veel
kleinere, compactere, letterlijk CD, compact disc, of een digitale variant, een MP3-speler. Maar er zijn enkele slimme Zweden die zich een andere vraag hebben gesteld, namelijk hoe kunnen wij de ervaring van naar muziek te luisteren gaan verbeteren? Heel andere vraag. En toen kwamen zij met dit geniale product op de proppen. Heel ander verhaal. Totaal andere vraagstelling die ook een totaal andere oplossing heeft geboden. Ontzettend belangrijk dus. En dan het tweede luik. De dingen dan echt goed ontwerpen. Hè? Als we weten wat de exacte uitdaging, wat het exacte probleem is, hoe kunnen we dan de best mogelijke oplossing bouwen? Het helpt natuurlijk als je een aantal fijne designers kent. Maar zelfs als jullie geen ontwerpopleiding genoten hebben, zijn er wel een aantal tactieken om anders naar de realiteit te gaan kijken. Een aantal strategieën. Ik geef er graag drie mee. Dit is de gloeilamp. De allereerste. Op een gegeven moment moest Thomas Edison ook nadenken. Goed, de dingen juist ontwerpen. Dat was toen in dat geval de gloeilamp klaarmaken voor massaconsumptie. Daartoe ontbrak nog één materiaal. Namelijk, hoe kan ik de elektriciteit omzetten in licht? Thomas Edison is daarvoor de hele wereld afgereisd, tot in het Amazonewoud, op zoek naar het ene magische materiaal. Hij heeft van alles verzameld. Allemaal proefopstellingen gedaan in zijn labo. Hij is er elke dag lang, jarenlang, mee bezig geweest. Het was monnikenwerk. Om tot dat ene element te komen, namelijk een verkoold draadje katoen. Waarom is dat nu belangrijk? Als we de juiste dingen willen ontwerpen en juist willen ontwerpen, moeten we durven proberen. Experimenteren, doorzetten, niet meteen opgeven. Ook al kost dat enige tijd. We blijven in dezelfde tijdsgeest, jaren 1920. Thee, heel populair in New York, werd toen nog verkocht als losse blaadjes in tinnen blikken. Nu, tinnen blikken waren niet de allergoedkoopste op dat moment. En ene Thomas Sullivan dreigde de concurrentiestrijd heel hard te verliezen. Als ordinaire bezuinigingsmaatregel dacht hij, goed, weg met die tinnen blikken, ik verpak mijn losse thee in zijde. En zo ging hij de markt op. Nu, zijn klanten hadden dat eigenlijk helemaal niet door. En zij gooiden de losse thee, verpakt in zijde, rechtstreeks de theepot in. Nu, wat had hij kunnen doen? Hij had hen kunnen corrigeren en zeggen, dat was niet de bedoeling, dat was slechts het verpakkingsmateriaal. Maar dat deed hij niet. Hij koos ervoor om te kijken hoe zijn gebruikers ermee omgingen en zag daarin eigenlijk meteen een slimme business-opportuniteit. Vandaar het theezakje, Lipton was geboren, de manier waarop wij vandaag de dag nog altijd thee drinken. Met andere woorden, kijk eens rond. Bezoekers, maar ook wij elke dag compenseren ons gedrag. Wij passen ons gedrag aan de werkelijkheid, aan hoe wij zouden willen dat het werkt. Als jullie door de bril van de bezoeker kijken en dat kunnen detecteren, kunnen jullie met hele fijne oplossingen komen. En dan tot slot, dit is, of was, het Corvette Museum in Kentucky. Nee, het is er nog altijd. Maar ze hadden wel een probleem. Geen aardbeving, wel een zinkgat. Komt in die streek wel vaker voor. Ja, een stuk van de infrastructuur verdwenen, ook de collectie in het gat. Hele grote ramp, echt waar. De directie dacht, goed, dit betekent dan het einde van ons museum. Deze kost krijgen we niet gecoverd. Totdat ze eigenlijk ook weer gingen gaan rondkijken, praten met de bezoekers. En zagen dat veel mensen dat eigenlijk best wel interessant vonden. Zo'n zinkgat, dat hebben wij hier ook nog niet gezien. Dus ze zijn het beginnen uitbuiten. T-shirts drukken, postkaarten. Plots steeg het bezoekersaantal met 60%. Met andere woorden, durf soms eens omdenken. Ja, is het probleem wel altijd een probleem? Kunnen we het niet vastpakken en er op een originele manier iets mee doen waar niemand van mijn collega's aan zou denken? Dit was met andere woorden een stukje van het proces. Wat moeten jullie hier nu van onthouden? Start met de juiste dingen ontwerpen. Denk eerst na wat is het probleem, om dan pas naar de oplossing over te gaan.
En als je dat doet, laat jezelf toe om eerst heel breed te gaan, alle oplossingen te verfijnen, niet halsstarrig vast te blijven aan dat ene idee en dan terug te verfijnen door, terwijl je test, te ontdekken wat werkt. En dan tot slot geef ik jullie nog graag de poepsimpele vuistregels mee. Het zijn er 5. Als eerste, zet de mens centraal. De mens, uw bezoeker, maar ook uw medewerker. Betrek hen ten volle. Al is dat natuurlijk ook weer niet zo simpel gezegd als gedaan, want mensen denken niet zoals ze zich voelen, zeggen niet wat ze denken en doen ook helemaal niet wat ze zeggen. Moet ik dan aan mijn bezoekers gaan vragen wat ze hier willen zien? Ja, nee toch, allee, dat wordt mooi hè, als we het aan hen gaan vragen. Excuseer, ik heb een opleiding, hè. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en ik zou Jan met de pet moeten vragen wat hier komt hangen. Ja, mooi, dan krijgen we overal eenheidsworst. Natuurlijk is dat niet het punt dat ik wil maken. Ik geloof nog altijd heel sterk dat wij het beste weten wat we de bezoeker kunnen geven. Maar als het aankomt op beleving, en dan gaat het over hoe interpreteert die bezoeker mijn collectie? Wat onthoudt hij daar precies van? Wat vertelt hij daarover tegen zijn familie en vrienden? Dan kan het wel interessant zijn om de mensen er even bij te betrekken. En we hoeven dan niet altijd per se met hen in gesprek te gaan. Gewoon eens goed rondkijken, observeren, kan al heel interessant zijn. En als we dan toch graag met onze bezoeker babbelen, vraag dan liever waarom. Peil naar de waarom in plaats van naar het wat en het hoe. Als tweede zou ik jullie willen meegeven, werk collaboratief. Doe het samen. Dit hier is een afbeelding van de parabel van de blinde mannen en de olifant. Ik weet niet of dat jullie bekend is. Alleszins, als ik aan deze blinde man hier onderaan zou vragen wat hij voelt, dan zegt hij, ja, een slang. Ik denk dat we voor een slang staan. Terwijl de man linksboven zegt, nee, het is zeker een touw. Ja, dat is geen slang, dat is veel te dun om een slang te zijn. Terwijl de man onderaan er heilig van overtuigd is een boomstronk vast te hebben. Ook wij worden soms geconfronteerd met projecten die olifanten zijn. Die heel complex zijn, die veel om handen hebben. En ook wij zijn een beetje blind. Want ook wij zitten het liefst van al achter onze bureau, in onze silo, met onze collega's en onze kennis. Daar voelen we ons veilig. En dat is ook de reden waarom het soms zo moeilijk is om te praten. Als de ene een touw vast heeft en de andere een slang. Vandaar dat het zo belangrijk is om aan de hand van design thinking ook vroegtijdig alle partijen uit te nodigen. En samen een holistisch beeld te maken van de ervaring of het probleem waar we nu voor staan. Want dan zien we allemaal dat het eigenlijk een olifant is. Als derde punt, bekijk de zaken holistisch. Ik haalde het daarnet al even aan. Holistisch, vaag begrip, allesomvattend. 2 dingen moeten jullie daaruit onthouden. Dat wil zeggen, als wij willen kijken hoe de ervaring voor de bezoeker eruit ziet, dat we die van het begin tot het einde in kaart gaan brengen. Want die begint al hier, of zelfs al vroeger soms, op het moment dat ik denk, wat gaan we volgend weekend eens doen voor de verjaardag van mijn zoontje? Ik begin op te zoeken. Vind ik jullie museum? Hoe hoog staan jullie op die Google-pagina? En helpen jullie mij te navigeren naar de juiste plek en de dichtstbijzijnde parking? Waar kan ik dan mijn ticketje kopen? Hoe voelt het voor mij om door het museum of de attractie te wandelen? Als ik even wil rusten en dorst heb, kan ik dan ook een lekkere koffie drinken? Vind ik mijn auto na afloop vlot terug? Wat vertel ik daar nu eigenlijk precies over tegen mijn dichte vrienden en familie? Heel belangrijk om dat volledig te bekijken. Niet alleen omdat de ervaring een optelsom is van al die individuele momenten, maar ook om te gaan kijken. Stel dat ik een kleine ingreep doe, een kleine verandering. Ik zeg maar wat, ik verplaats de ingang van mijn museum. Wat is dan de impact daarvan op die volledige journey? Zo kan je fouten die zich nog zouden voordoen proberen voorkomen. Een tweede belangrijke aspect bij holistisch kijken is in kaart te brengen, goed, wat is die interactie? Hoe verloopt dat? Als ik binnenkom, door wie word ik verwelkomd? Wie spreekt mij aan? Welke touchpoints zijn er voorhanden?
Maar daar telkens ook bij stil te staan, welke knappe koppen doen het aan de achterkant eigenlijk allemaal gesmeerd lopen? Want wees maar gerust, als onze collega aan de backend vergeten is om de openingsuren te updaten met de nieuwe feestdagen of schoolvakanties, dat daar garantie iemand aan de voorkant plots voor een gesloten deur gaat staan. Holistisch, bekijk het van begin tot einde, bekijk het vooraan en kijk ook wat moet er achteraan allemaal gesmeerd lopen. Vierde principe, maak het tastbaar. We zijn er allemaal heel goed in om met heel veel tekst en hele lange presentaties en lange Word-documenten en uitgebreide verslagen elkaar kapot te slagen, om de oren te slagen, helemaal moe te maken. Terwijl heel veel complexe uitdagingen kunnen we eigenlijk door een fijne visualisatie, een schets, heel helder stellen. Waardoor wij allemaal plots hetzelfde zien. Misschien wel die olifant. Bovendien wordt het ook veel efficiënter om op deze manier te werken. Tom Kelly zei daarover het volgende. If a picture is worth 1,000 words, a prototype is worth 1,000 meetings. Probeer het met andere woorden eens. Toon het eens aan elkaar, dan weten we allemaal, ah ja, ja, onze toekomstige mobiele app, ik zeg maar, wat gaat er dan zo uitzien? Nu ben ik mee. En dan het laatste principe. Wees eens creatief. En dat blijkt ons soms nog het moeilijkst van allemaal te lukken. Als ik jullie zou vragen, wie is het slimste? Een bij of een vlieg? Wie stemt dan een vlieg? Niemand? Zou het een strikvraag zijn? Wie stemt een bij? Oei, en er zijn blijkbaar ook heel wat mensen die niks stemmen. Maar goed, ik zie dat de meerderheid voor een bij gaat. Dat is ook zo. Een bij is een heel intelligent dier. Dat wisten we natuurlijk al. Zij hebben heel complexe sociale structuren. Zij doen van die dansen op de grond waarmee dat ze toch vrij ingewikkelde informatie kunnen doorspelen aan hun soortgenoten. Maar als ik bijen, het is heel hard overbelicht, maar het is een fles. Ik hoop dat jullie dat zien. Als ik bijen in deze fles lok met een of andere zoete smurrie, komen zij daar natuurlijk ook graag op af. Maar als zij die fles weer wensen te verlaten, dan gaat dat niet zo goed. En niet alleen omdat hun voetjes vastplakken in de smurrie, maar vooral omdat zij naar boven vliegen. Omdat de fles het zonlicht van boven komt. Bijen weten dat daar waar het licht is, daar waar de zon is, is de open hemel en dus vrijheid. Dus gaan zij naar boven vliegen, tegen de buik van de fles botsen en terug naar beneden vallen. En terug naar boven vliegen, want daar is de vrijheid. En terug naar beneden vallen. En dat gaat zomaar door, totdat ze allemaal vermoeid neervallen. Een superdomme vlieg heeft dit inzicht niet. Helemaal niet, die hebben geen idee, zon, licht, vrijheid, weet ik veel. Maar die worden wel ook nerveus van in die fles opgesloten te zitten. Dus die beginnen massaal kriskras door elkaar rond te vliegen. Met het resultaat, de meerderheid verlaat de fles. Wat wil ik jullie nu vertellen met dit bizarre verhaal, is dat ook wij soms bijen zijn. Ook wij weten soms te veel. Te veel kennis hebben over een bepaald topic kan soms een handicap zijn. Zo erg dat we eigenlijk de meest voor de hand liggende creatieve oplossing soms niet meer zien. En het ergste van al is, hoewel we eigenlijk allemaal een beetje meer vlieg zouden moeten zijn, een beetje meer domme vlieg die maar wat doet, is ons dat eigenlijk ook altijd stelselmatig ontmoedigt. En dat begon al hier, op de lagere school. Als de leerkracht jullie een vraag stelde, dan gaf je een antwoord en dat was goed of fout. Was het goed? Top, slimste van de klas. Maar was het fout? Ja, dan ben je de dommerik, toch? Maar dat wij fouten maken, associëren met dom zijn, dat is eigenlijk een heel slordige conclusie. Heel wat grote uitvinders van de afgelopen decennia hebben superveel fouten gemaakt. Want als je er nu van uitgaat dat we de vaste kennis bezitten, hè, die heel goed onder de knie hebben, hoe kunnen wij met diezelfde brok kennis nieuwe inzichten bekomen? Hoe kunnen wij nieuwe wegen vinden als wij onszelf nooit toestaan om af en toe te verdwalen?
ik zou jullie graag uitnodigen om vaker te verdwalen. En terwijl jullie dat doen, misschien wel rekening te houden met het superflexibele stappenplan en de eenvoudige vuistregels. Namelijk, zet de mens centraal, doe het samen. Bekijk het holistisch, maak het tastbaar en wees eens wat vaker creatief. Als we dat gaan doen, dan hoeven wij niet zo hard te vechten tegen die vervelende collega's als een Petra, Jan, Billy of Ivo Innovatie. En dan kunnen we ons samen focussen op wat echt telt. Namelijk, wat vaker kijken door de bril van de bezoeker. Dank jullie wel.